rondje Winkelstraat Almelo. Er hoort natuurlijk een kapper bij. Ik heb afspraak met Bas en ik ga mijn unieke stijl ontdekken. Netjes hiervoor, ben je tevreden? Ik ben zeer tevreden. Bas, ja, ik heb dit in de stoel gezeten. Dankjewel voor mijn nieuwe coupe, voor mijn nieuwe stijl. Ben je blij mee hiervoor? Ik ben er blij mee. Nou, thuis nog, hè, want dat is ook een belangrijk iets, maar dat komt goed. Stijllokaal. Ja. Kun je iets vertellen over de ontwikkeling van jouw bedrijf? Ja, dan moeten we terug naar 1992. En daarvoor heb ik het kappersvak geleerd en in 1992 is Salon Bas gestart in Almelo. En de laatste 6 jaar zijn we stijllokaal. En dat is eigenlijk al onze ervaring gebundeld. En daar zijn we hartstikke trots op. Ik zat op je website te kijken en zag ik de stijlschool. Ja, kun je dat toelichten? Ja, de stijlschool, dat is eigenlijk het hart van onze onderneming. Daarin leiden we mensen op tot stijllokalen. Met als doel om te gaan samenwerken op bepaalde niveaus. Dus het net grootste doel daarvan is om landelijk in iedere stad met 70.000 inwoners en meer een stijllokaal te creëren. Ja, we kunnen er niet omheen deze tijd, hè? Coronatijd, lange lockdown. Hoe ben je doorgekomen die tijd? Enorm geschrokken natuurlijk, dat je eigen winkel dicht moet en onzekerheid. Maar die werd snel weggenomen door mensen waarmee ik omga. Een financieel adviseur zegt pas, dit is van tijdelijke aard. En je hebt een gezond bedrijf, dus ga de tijd goed benutten. En dat hebben we gedaan. Ook wel een leuke tijd gehad soms en we hebben onze klanten bezocht. We hebben Color Kids rondgebracht, tondeuses voor de man, als dat nodig is. We hebben het leukste ervan gemaakt en niet altijd even makkelijk, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar als we terugkijken hebben we het geweldig gedaan. En als mensen het vak in willen, wat kun je het best als tip meegeven? Ik denk dat het vanuit je intrinsieke motivatie zo moet zijn dat je je dienstbaar op kunt stellen. En dat je het beste naar voren moet halen, eerst voor jezelf. Qua uiterlijk en persoonlijkheid. En dat kunt overbrengen naar de mensen in de stoel. En als je dat leuk vindt, in plaats van op een stoel te zitten achter een computer, je bent creatief en je werkt graag met je handen, dan is dat wellicht de trigger om het kappersvak in te gaan en om uiteindelijk een stylist te worden. Ja, het zijn natuurlijk lange dagen werken, veel staan, misschien een weekend nog wel werken. Klopt het beeld? Ja, deels klopt dat. Vanuit die ervaring die we zelf hebben opgedaan, hebben wij besloten om in overleg met onze stylisten hun werktijden zodanig in te vullen dat dat allemaal goed verloopt. Want je bent natuurlijk niet alleen een stijllokaler of stylist. Je hebt nog heel veel meer. Wellicht ben je moeder of vader van. En dus het moet gewoon in je leven passen en we gaan hier in overleg eigenlijk je eigen werktijden bepalen. En dan qua gezondheid gaat dat dan ook vaak goed. En wat maakt jouw dag nu perfect? Nou, op het moment dat wij kleine en of grotere stapjes hebben gemaakt richting ons doel. En daarin mensen heel tevreden hebben kunnen stellen. En dat gaat dan over mezelf, over mijn medewerkers en over de klant natuurlijk. Dan gaan we met een lach naar huis. Top! We hebben een nieuwe coupe en een lach de deur uit. Heerlijk man!